minder woninginbraken in Eindhoven. Vliegtuig in problemen op Eindhoven Airport. En de start van de Discovery Experience in het Evluon. Het aantal woninginbraken in Eindhoven is in de eerste 4 maanden van dit jaar sterk gedaald. Met 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Ook werden er 40% minder overvallen en berovingen gepleegd. Op andere terreinen is er minder goed nieuws. Wat we zien, en daar maakt ons wel een beetje zorgen over, is met name het zakkenrollen neemt aanzienlijk toe. 70% meer dan de eerste 4 maanden van vorig jaar. Auto-inbraken nemen toe. En fietsendiefstallen nemen toe. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die niet zo goed lopen als het vorig jaar. We hebben wel een paar slagen gemaakt. En ook dankzij bewoners. We zijn natuurlijk heel actief geweest in een aantal wijken. Als het gaat om woninginbraken. En daar zien we meteen resultaat van. En we zeggen dus ook met elkaar. We zullen echt moeten proberen om met degene die mogelijk slachtoffer kunnen worden. Veel meer samen te werken. Dat geldt bij zakrollen. Daar hebben we nog geen goede cijfers voor. Maar daar zullen we ook slagen moeten maken. De afgelopen jaren is er in de regio extra ingezet op de aanpak van zware criminaliteit. Van Gijsel waarschuwde eerder al dat de politiecapaciteit daardoor onder druk komt te staan. Nou, als je dat ziet, dan zie je dus dat we echt slim moeten opereren met wat we wel over hebben bij de politie. Dat doen we samen met het Openbaar Ministerie en onze gemeente. Er is afgelopen jaar binnen de gemeente heel hard gewerkt. U heeft dat ook gezien met onze informatiepositie. We weten echt heel goed wat er op een aantal delicten in de stad gebeurt. Op welke plek, door wie. En ook nog voor wat voor delicten, dus of het nou auto-inbraak is of zakkenrollen. En daar proberen we zoveel mogelijk informatie over aan de burger te geven, zodat hij zichzelf ook kan wapenen daartegen. Het aantal woninginbraken is dan wel afgenomen. Er worden wel meer pogingen tot inbraak gemeld. Daarnaast blijkt de aandacht van inbrekers te zijn verschoven naar schuurtjes en garages. Alertheid van bewoners blijft dan ook belangrijk. Als je iets ongewoons ziet in je wijk, wat zie je? Zie je een auto meerdere keren door je wijk in rijden? Zie je mensen die er niet thuis horen? Je kent je wijk wel een beetje als je daar langer woont. Hè? Als je weggaat, zet het in ieder geval niet op Twitter of op Facebook. Hè? Ik ben met vakantie, want dan maakt het die inbreken wel helemaal makkelijk. Hè? Dus zorg een aantal met elkaar dat je maatregelen neemt om te voorkomen dat er ingebroken wordt. In tegenstelling tot de woninginbrekers hebben zakkenrollers duidelijk meer succes in Eindhoven. Het aantal slachtoffers van zakkenrollerij is met 72% gestegen. We zien dat twee plekken eigenlijk. Misschien is dat wel goed om meteen te zeggen. We zien het bij de weekmarkt op de dinsdag. En we zien dat in de uitgaanswereld op straat zijn, met name in het weekend. En het gaat met name om jonge vrouwen, zeg maar tussen de 16 en de 25. En dat heeft te maken met je telefoontje ergens neerleggen, telefoontje in je tas open laten hangen. Dus als mensen daar meer alert op zijn, dan kan het ook minder gebeuren. We kijken niet alleen naar degene die potentieel slachtoffer is, maar ook naar de horeca. Dus we hebben met de horeca ook afspraken gemaakt. Let op, we plaatsen camera's, we houden het ook in de gaten. Wordt er iemand betrapt, wordt hij strafrechtelijk vervolgd, maar krijgt ook een horeca gebiedsontzegging. Dus we doen een aantal maatregelen bij elkaar vanuit het OM, vanuit de politie en de gemeente. Maar we zouden het heel fijn vinden als mensen zelf ook wat alerter zouden kunnen zijn. En ook voor fietsendiefstal en autodiefstal geldt hetzelfde. Zet je fiets goed vast, liefst met een extra ketting. En wat de auto's betreft, haal waardevolle apparatuur er altijd uit als je je auto parkeert.